Luc. Ja, we beginnen in Damascus. En ik zag deze week een reportage. En daarin leerden we dat er in Damascus een markt is waar een bloeiende handel is in lingerie. كل واحد شو بيحب مرته يشوفها لابسه احمر اصفر اخضر معرق يعني على حسب جيشي مارينز مثلا اي شيء ما مو شرط يعني هو بهولندا لانه ممكن يعني انا مع احترامي للشعب الهولندي بس انه الواحد من اول ما بيولد يعني عنده طبيعي يشوف المراه بالمزلط وبالشيال وبالحفر وبالنصكم ومبين صدرها ومبينين رجليها اما هون عندنا لا هذا الشيء ما بيشوفه لحتى يصير عريس يعني ja. لحتى يتزوج ja, maar is dat wel zo hè? Zijn we wel echt zo open minded en nou, we zijn de straat op gegaan hebben aan getrouwde Nederlandse stellen gevraagd wat in wat voor setje zij hun partner het liefst zien kinky zwart of degelijk vlees oh voor haar ik moet kiezen of zij moet kiezen jij moet kiezen voor mij is het niet zo moeilijk voor mij deze ja en voor ja. jou Als ik op mijn werk ben dan die en als ik thuis ben wil ik die wel aandoen ja zwart is dat zo Heb je gezien dat hier geen dingen in zitten? Ja, maar heb je gezien wat voor lelijke kleur dit is? Nou, ik ben toevallig vandaag op zoek geweest naar zoiets. Maar niet gevonden. Zwart. En welke draag jij het meest? Ja. Nee. Ze zag eigenlijk een bloemen. We wandelen graag, we tennissen graag, we sporten graag. En we zitten graag lekker samen en we tuinieren graag. Nou, wil je nog meer weten? En we lezen ook wel eens wat. Wat wil je ermee? Wat is het mooiste vindt? Nou, welke zou u uw partner het liefst inzien? Geen één. Nou, Kees, wat zeg jij nou? Waarom? Je bent nakend veel mooier. Ah. Ja, nakend. Is mooi, hè? Nakend. Die moeten we erin houden, nakend. Vanaf nu gaan we dat zeggen, inderdaad. Ja. Goed, vader van vandaag. En ik begin met een man en die heeft echt de slechtste vrienden ooit. Goed, dan de reden waarom je als volwassen vrouw nooit op een driewielen moet stappen. Ja, driewielen, dat is eigenlijk gewoon meer voor een meisje. Hè? Alleen dit meisje is dan weer meer geïnteresseerd in volwassen speelgoed. Hier testen ze bijvoorbeeld de American Football helm van haar vader. Nee, het is een helm. Het is een helm. Het is onveilig, hè, sporten. Dat zie je er nu ook alweer. Gelukkig hadden de volgende drie dames het gewoon bij gamen. Gewoon veilig, in je eigen huis, een potje tennis op de Wii. Guys, we're just playing casual tennis when there's like a severe thunderstorm. Even serieus. Lucky Genk!